Hallo iedereen, welkom bij de live tutorial over werken met harde lappen. Ik ben Nele dus, maar de meesten weten dat wel. Dus vandaag ga ik toe gaan hoe je nu kunt squinnen, kistjes maken of wanddecoraties die een dubbele wand in eigenlijk. En die ja, in een bakje of whatever heb gebouwd zijn. Omdat ik ervaren dat mensen dat soms weten vlug aan beginnen. Wat moet je eerst doen? Eerst moet je dus je lappen rollen. Dus ik heb nu hier gisteren al lappen gerold en in vorm gesneden. Zie je? En dat zijn dan eigenlijk, het dan nu 2 dagen kunnen rusten droog. Ik laat wel een beetje plastic heb. Je ziet, dat is net een Lego blok. Wat je mee kunt bouwen, dat beweegt niet meer, dat bougeert niet meer. Wat is het geworden van dat het te droog gaat worden, te lange laatste. Dus het is alsan even zoeken van de juiste droogtijd. Maar dat vind ik hier perfect, dat het niet meer, niet meer beweegt eigenlijk. Je ziet het, je doet niks meer. Ook voor mijn boeren, dat heb ik nog niet gesneden nu. Oei. Je voelt ik stellen. Oei, oké. Like voor mijn boeren, mijn nepstoende kanten, heb ik dat ook al gerold. Hetzelfde moment, dat is super belangrijk. Soms merk ik dat mensen tonaceren, onderstrepen gaan rollen achteraf. Maar dat is eigenlijk niet goed, want... Oei, sorry, het voelt hier even uit. Ga ik even de deur hier openzetten. Zijn niet terug. Dus je klei is een andere krimp of dat je plaatje hebt. Dus als je voor je nepsel aan de kanten apart rolt, ga je klei een andere krimp in, waardoor dat je stuk anders gaat krimpen en je kant eigenlijk gaan scheef draaien. Verstaan je dat? He? Goed. Dus we kijken nu ook. Dat is een hulpstuk dat mijn ventje gemaakt heeft. Dat is dus een bakje, een MDF, je ziet een groen MDF wel, dat tegen de natte kan eigenlijk. Dus een rechthoek, ik vind dat een fantastisch hulpmiddel. Dus je kunt op vele kanten mee, natuurlijk hoe groter dat je bouwt, hoe groter dat je bakje moet zijn. Dus kan ik in mijn cameraatje naar beneden richten nu, dat je ziet hoe dat ik werk. Zo, goed. Dus kan hier mijn plaatje... Dat heb de grootte is dat ik wil. Ga ik hier perfect in mijn hoekje gaan leggen. He. Moet je wel een klein beetje tegen mijn hand doen. Ziet, het is schoenen rechte. Als we schoenen in mijn rechte hoekje. Van mijn lap hier. Dat ik ook gerolde. Meegerolde met mijn ander lapje. Met mijn platte steen. Ga ik nu rekensnijden. De dikte van mijn latje, meet je dat af en maak je dat 10 cm, dat is ook genoeg. Dus squinnen met je mesje, ga je dat langs gaan. Je ziet, je moet er wel een paar keer nu in gaan, omdat dat al redelijk hard is. Maar hoe dat in een paar stappen doet, dan moet dat perfect lukken. Dus kijk nu dat, ziet. Mijn eerste kantje ga ik squinnen rechte snijden. Dat ik eigenlijk squinnen rechte in mijn hoekje kan starten. Ik zet hier een klein beetje mijn scheef kantje. Zo. Voilà. Goed. Dat en dat. En mijn nu. Squinnen is recht bakje. We kisten nu ook super belangrijk. Dus dat je goed gaat gaan opruwen. Dus we zetten maar een redelijk droog stuk. Dus even met je tandenbustel de rond, dat gaat geen avance zijn. Eigenlijk werk ik nu liefst met mijn mesje. Terwijl ik anders dikwijls met tanden werken. Je weet dat. Met mijn lomer, met mijn tandjes. Maar nu vind ik dat mijn krasjes eigenlijk wel dieper moeten zijn. Dus ik ga hier krasjes doen. Je zorgt dat je stuk heel schoon tegen je kantje legt. Voilà. En hier...
Ik ga ook krasjes gaan in doen. Ik ga even proberen, dat hoe je ziet. Ook schone diepe krasjes. Super belangrijk. Hé, die krasjes. Ik ben er een roer van krasjes. Like bijvoorbeeld ook met vaste kleiwerken uit de pak. Ga ik niet gewoon krasjes doen. Hé? Omdat je te veel met slip werkt, verzacht je klei. En nog, en kan die eigenlijk bij aan het mekaar gaan vallen van je vocht. Maar hier ben ik er wel voor dat je hele schone diepe krassen maakt. Hé? Ik ga van de eerste keer ook die kant doen hier. Dag Mieke. Gewoon zo. Voilà. Zo. Oké. Slip. Goed roeren. Dat je een beetje van een dikke drap hebt. Zo. Het is een klein beetje op de finne kant. Mijn slip. Zo mogen een beetje dikker zijn. Maar het wordt ook gehouden. Gewoon zo. En ook uit mijn dingetje. Uit mijn kantje. Ook. Kijk hier. Wat je gewoon in je kantje gesneden hebt. En heel gewoon ook in dat doekje. Heel gewoon recht te leggen. Die je kantje heel goed aanduwen. Je ziet dat het super belangrijk is dat je een klei eigenlijk. Hoe je gewoon rechte bakjes wel maakt. Dat je klei schoon droog is. Want je gaat hier alweer met vochtrip, met slip. Hé? En als je al een klein zacht plaatje uit, dan gaat dat nog gaan verzachten. En toen ga je echt toen ga je een kant zo recht in de missen. Hé? Dat doe ik nu ook. Van de eerste keer doe ik dat. Hé? Soms heb je ook mensen die dat achteraf doen. Dat is eigenlijk het zesde. Ik doe dat direct, omdat ik het soms wel een keer durf vergeten. Verstaat? En daarom zeg ik, ik ga dat ze bit doen. Een klein verstevigingsworstje. Ene noot. Wel opletten dat je hier nog niet op je kant begint. Want dat straks je volgende plaatje op moet komen. Hé, dat is gewoon. Kijk, en dat ga ik heel schoon van eerst keer door gaan invullen. Hoe je zegt, ik ga dat openlaten op de achterkant. Toen moet je natuurlijk zorgen dat je hier echt een clean afwerking hebt. Van mij komt er dan nu nog een lage app. Dat eigenlijk echt een bakje is. Dus speelt dat nu voor mij minder een rol. Dat perfect afgewerkt is op de achterkant. Maar hoe je zegt, ik laat dat open. Toen moet je wel zorgen dat het netjes is. Hey. Zo. Van de eerste keer kun je hier nu ook deze doen. Dus ik ga weer een reep snijden. Weer het dragen. En drie keer. Zodanig dat je een. Dat je gewoon de deur raakt. Ook opletten hoe dat je mesje zet. Ik kan hier een klein beetje scheef snijden. Dus ik ga dat nu nog een keer deuren. Met mijn mesje. Dat mijn gewoon rechterkant. Voilà. Weer diepe krassen. Voor de hechten. Slap. Beide kanten. Slap. Wat moet je nu ook krassen doen? Hier natuurlijk. Wat je een plaatje gaat hier aansluiten. Hey Angela. Hey. En je plaatje gaat ook hier aansluiten. Voilà. Dus moet je ook hier een beetje slip aan doen. Hey. Ik kan misschien een beetje zo doen. En hier ook een slip aan doen. Nog een keer. En hier ook. Hey. En nu gaan we dat heel schoon daar in die noek ook. Dan gaan we deze aan. Je ziet ook weer een schone anduw. Dat heel schone hecht aan elkaar. Zo. Natuurlijk zitten we hier. Ik weet niet hoe je het ziet. Maar hier ook te lang. Hé? Dus ik ga dat door een klein beetje aan afzien. Nog niet heel. Zo. Dan moet een klein beetje gemalen werden. Omdat dat nu een rechthoek is. In de plek van een vierkant. Hé? Dus ik ga nu weer... Een verstevigingsworstje leggen. Hier. En mijn dinges.
daarom dat je hier je noekske mee hebt, van je verstevigingen. Zo. Zo. Voilà. En zo bouw je nu eigenlijk verder. Dus hier ga je dan hier aansluiten. Ze bit. En dan weer hier. Ook weer eens kunnen afwerken met de dingske. En hoe je toch reed zit. Kun je dan eigenlijk je aan de andere kant je bakske toedoen. Hoe je dat nu moet toedoen, natuurlijk ga je hier geen worstjes kunnen leggen. Hé. Op die kant, hier van boven. Toen moet je echt dik slip gaan gebruiken. En ook diepe krassen gaan maken. Hé. Diepe krassen gaan maken. Kan ik even op de moet krijgen? Ja, voilà. Dus hé, nu moet je hem draaien. En ga je hem weer in de hoek gaan leggen. Hier nu schoon afsnijden, dat dat schoon tegen de ding zit. Van de rechte afsnijden. Dat je hem ook heel schoon kunt hierin schuiven weer. Zodat je dan kunt die noek maken. Verstaat? Dat je hier ook een hele schone noek hebt. He? Dus pak dat je dat allemaal gedaan hebt. Toen zet je nog met je randen. Toen zet je natuurlijk nog met je boeren hier. He? Zie je? Maar zie je wat een schone rechte noek dat je hebt hier? He? Maar hier moet je nog even een beetje gewoon opnemen. Dus hoe doe ik dat nu? Met een beetje klei uit mijn vingeren ga ik heel schoon. En omdat het zo schoon hard is in een boord en nu heel veel marge om dat te doen, ga ik heel schoon de genep wrijven. In de rand. Toen zet ik dat recht. Ik ga even een beetje mijn cameraatje draaien. Als wat pak dat je dat helemaal gedaan hebt. Ik ga dat niet eens hier doen. Dag Els. Je ziet, je blijft eigenlijk ook heel schoon staan. Als wat. En nu ga ik met mijn metalen lomer wel. Is dat nu je met tandjes of is dat nu je zonder tandjes? Dat speelt echt geen rol. Maar nu gaan we heel schoon. Ah ja, Angela vraagt hier. Sluit je zo geen lucht in? Waarschijnlijk hoe je hem toedoet, Angela. Is dat hij wil zeggen? Inderdaad. Toen doe ik hier. Want normaal gezien is dat ik wel eens iets voor te hangen. Dus sowieso moet je hier toen een gaatje doen. Voor eigenlijk een nagelke of whatever. Te doen. Dus zo kun je toen eigenlijk je lucht eruit krijgen. Nu met mijn lomer ga ik heel schoon gaan trekken. Zie je? Pak dat je zegt, een bakje voor te zetten. Dus het is niet voor te hangen. Zo moet je ook een gatje in doen, maar dat is toen op de bodem. Maar dat moet eigenlijk niet groot zijn bij dat gatje. Zie je? En je trekt er eigenlijk een streepje van. Zodat je echt een hele schoone boord hebt. Toen pak ik nog een keer een spansje. Voor te kijken. Ook zie je, oei, kijk je nog een beetje. Soms werk ik een keer met mijn schuurkantje. Ik werk veel met mijn schuurkantje. Al die vrouwelijkes die je toen naar je lomer knijt. Ik smit dat ook in mijn slip. En oei wel, kun je nog een keer doen. Totdat je eigenlijk een hele schoone boord uit, een rechte boord uit van je dingetje. Zodat dat je niet meer ziet dat je dat erop gezet hebt. Vroeger sneken en verstek. Versta je wat ik wil zeggen? Je snit je lapjes en verstek, waardoor dat je natuurlijk ook een hele schone naad hebt. Maar voor echt perfect en verstek te gaan snijden, waardoor dat je een heel schoon recht resultaat hebt, ik vind dat niet zo gemakkelijk. Ik moet dat eerlijk toegeven. Dus werk ik liever op die manier, dat ik echt een hele schoone rechte
kan dit, hier, proper afgewerkt. Dat is hier nu iets te kort, maar straks komt dus het volgende lapje, dat is gewoon het tegen, weer, hè. Dat zie je het verschil, dat er, bij dat er, heel gewoon afgewerkt, heel glad, niemand die nog ziet, dat je daar eigenlijk een plaatje hebt gezet, hè. Voilà, en zo werk je dat gewoon af. Stelselmatig, hé. Een kistje. Dus we gaan ook een keer rond. We kisten belangrijk dat je lapjes super droog zijn. Hé. Dat je echt hele schone droge lapjes hebt. Dat je diepe krassen maakt. Dat je een bakje hebt waarin dat je kunt bouwen. Hé. Gelijk hoe dat je dat doet. Maak je van je Lego blok van je kinders een bakje. Dat is ook perfect terecht. Hé. Je kunt er ook heel schone in werken. Geen probleem. Dat je dan een plaat onder. Dat het ook perfect marcheert. Dus schone harte lappen, diepe krassen, dik slip, dit er of die dat ik hier had, en rolletjes in de midden. En toen je kantjes heel schone even maken, een beetje nip stoppen je naadje, weer even maken. Mijn Spaanske, je weet, ik zal los een beetje liefde geven eraan, en dat komt volledig in orde uit een heel schoon recht bakje. Want ook ik wil dat het recht is, toen wil ik dat het recht is. Oké, goed. Kijk, dat was voor van de week. Ik hoop dat je er toe dat hebt. Voilà. Ja, ik weet nog niet wat dat was in de week. Het is weer een verrassing. Salutjes!